Ik ben cupcakes aan het bakken. Maar het gaat niet helemaal van een leien cupcake dakje. Kijk, ik heb er nou al een paar gemaakt. Ik wil het ook even aan de mensen thuis laten zien. Maar ik mis het cakeje. Dus een actie heeft Patrick bedacht, nog voor de kerst. En dat heeft natuurlijk weer met die corona te maken, alles dicht. En dan moet je een beetje creatief blijven. Dus hij belde hem op, toen zei hij, Maggie, we gaan 1000 cupcakes bakken samen met Mitzi. Ik zeg 1000. Oh, zo gebeurt. Niet dus, maar we zijn wel bezig. Ja, wij zijn echt een Rotterdams feestcafé. En ja, wij hebben geen ander verdienmodel dan veel feesten en biertjes verkopen. En ja, er is voor ons geen mogelijkheid tot afhaal of maaltijden of thuisbezorgen. Ja, dat hebben we niet. Dus wij zijn gaan nadenken van wat kunnen we doen. En wij hebben als leuke ludieke actie bedacht, we gaan hysterisch versierde regenboogcupcakes verkopen. En waar wil je het gespoten hebben? Nou, ik dacht dat je die vraag nooit zou stellen. Zo ordinair, die bakkers van tegenwoordig. Zo ordinair. Ik zou zeggen, we hebben hier nog een leeg cupje. En dan laat maar eens eventjes zien. Nou, ik vind als je iets kunt doen voor iemand, zeker in deze tijden, deze coronatijden. En iemand zet de schouders eronder en je hebt toevallig ook een paar schoudertjes over. Waarom zou je dat eigenlijk gewoon niet doen? Ik vind het een beetje, eigenlijk heel normaal dat je dat doet. Dat je elkaar een beetje helpt. Toch? Zouden meer mensen moeten doen. Goeie tip. Rotterdam. 10 minuutjes nog, denk ik. Goed. En nu? Welke? Ja. Ja? We gaan naar Kees en Tom. Kees en Tom. Nee. Kees en Tom, zei je? Ja, deze gaan naar Kees en Tom. Ja. Die hebben het zelf ook geloof ik wel zwaar, want die zijn kapper. Oh. Dus die zitten zelf ook geloof ik in lockdown, maar hebben ze in ieder geval wat lekker steken. Ja, herenkapper, dameskapper? Ja, hoezo? Welke kant wil je doen dan? Nou, de achterkant. Dit is waar dit moet zijn. Hey, waar kom ik, hoe kom ik bij jullie binnen? Ja, jullie zitten toch boven de kop? Ja, ik niet. Dat was de verkeerde toren. Nou, kijk, een verkeerde deur, dat snap ik, een verkeerde toren. Nou, die deur staat. Hallo? Hallo? Oh, met mondkap, heel goed. Ben je Kees of ben je Tom? Ik ben Kees. Oh, ik zei mondkap, maar schoon je baard. Zo goed zie ik. Oh, jij bent Kees. Kees, kijk eens, alsjeblieft, we bestelden cupcakes. Oh, ziet er mooi uit. Kijk, ja. Wij zijn vaste gasten en we willen natuurlijk gewoon straks, als we allemaal mogen, willen natuurlijk graag daar weer naartoe. Ja. Dus ja, en ik weet als geen ander hoe het is om weer zonder werk te zitten, binnen te zitten, geen inkomen. Dus het is gewoon heel belangrijk, mensen, dat we gewoon al die bedrijven die het moeilijk hebben nu, dat we die steunen met elkaar. Ja. Zullen wij afspreken, lieverd, dat als het weer open is, dat we er een groot feest van maken, dan help jij nu de regenboog, helpt de regenboog jou straks weer helemaal te knallen. Absoluut. Ja? Gaan we naar de boog hier doen, schat? Wat dacht je ervan? Hey, dankjewel hè, en geniet ervan en bedankt voor het bestellen. Dankjewel.